Binnenkort krijgen we wel speciale avonden, noem maar eens besloten avonden. Dat is voor mensen die toch graag willen winkelen met wat rust om hem heen. Dan hebben we een x-aantal avonden die we online gaan zetten. Dat kunnen mensen op reserveren. Breda Nu. Dit jaar hebben mensen de mogelijkheid om eerder aan hun kerstinkopen te beginnen. Vele winkels zijn namelijk al bezig met de opbouw van hun jaarlijkse kerstshow. En de intratuin mag hier natuurlijk niet aan ontbreken. Bezoekers kunnen hier al vanaf 10 oktober terecht om de magische kerstshow te bewonderen. Ja, we hebben de opbouw zo vroeg mogelijk begonnen. Om te zorgen dat we ook eerder open kunnen gaan vanwege het feit dat wij de toestroom aan klanten willen verspreiden. We zijn bang dat als mensen te veel op één korte periode bij elkaar komen, dat het te druk wordt. Dus om de spreiding beter te hebben, hebben we eerder besloten open te gaan. We hebben in totaal ongeveer zo'n 5 thema's. Het hoofdthema die we hebben is Dark Island. Dat is het mysterieuze thema met donkergroen tinten, met blauwe accenten erin. Een beetje een regenwoud idee om te zien. Dan hebben we nog een thema dat heet Cocoon Space. Cocoon Space is een heel futuristisch thema. Veel iriserende kleuren erin, roze tinten, maar ook een heel mooi candy thema. Dan hebben we nog Highway Motel. Highway Motel gaat een beetje terug naar het hotel chic, het retro. Apartere, felle kleuren zitten erin, zoals roze, maar ook goud, maar ook blauw tinten. Dus voor veel mensen ook een mooi thema. Dan hebben we nog een thema, dus het traditionele echt. Dus de roodtinten, de groentinten, zoals mensen ook kennen. We hebben ook nog de miniatuurthema. Heel veel kleine miniatuurhuisjes. Ja, dat is een erg populair thema. Mensen komen daarvoor heel vroeg al om te beginnen met het verzamelen van die mini-huisjes. En te de kerstverlichting. Nou, we hebben inderdaad heel veel maatregelen getroffen om het voor de mensen veilig te maken om hier te komen winkelen. Daar begint bij ons bij de entree. Wij hebben daar een coronacoördinator op staan. Dat noemen wij onze gastheer. Die zorgt ervoor dat mensen bij binnenkomst eigenlijk al een beetje gespreid binnen gaan komen. Zodat het niet één grote ophoping wordt van mensen bij elkaar. Verderop hebben wij gezorgd dat al onze hoofdpaden minimale breedte hebben van 3 meter. Dus lekker brede hoofdpaden. En alle paden die smaller zijn hebben gemaakt als éénrichtingsverkeer. Zo kunnen mensen dus veilig elkaar passeren of juist een pad komen waar niemand elkaar kan passeren. Verder hebben wij gezorgd dat het personeel draagt allemaal mondkapjes op. Om het wat extra veiliger te maken. En iedereen heeft 1,5 meter hesjes aan. Maar binnenkort krijgen we wel speciale avonden, noem maar eens besloten avonden. Dat is voor mensen die toch graag willen winkelen met wat rust om hem heen. Dan hebben we een x-aantal avonden die we online gaan zetten. Dat kunnen mensen op reserveren. En dan zijn ze hier s'avonds welkom met een hapje en een drankje erbij. En dan kunnen ze rustig winkelen. Ik zou voornamelijk willen meegeven, kom gewoon langs en geniet er gewoon van. Het is mooi, we hebben overal aan gedacht. We hebben voor u de zorgen ontnomen. Dus kom hier vooral langs om gezellig te winkelen, gezellig rond te kijken, een hapje te eten en vooral te genieten. En laat de rest maar gewoon lekker de wereld zijn. Breda Nu.